welkom bij deze nieuwe video. Ik merk dat het jullie vaak opvalt als ik er een beetje anders uitzie of me anders gedraag of wat dan ook. Dus ik zal gewoon meteen vertellen, ik ben vandaag echt ziek. Ik ben super verkouden, ik heb echt hoofdpijn. Maar als ik nu geen video maak, komt er zondag geen video online. Dus ik heb mezelf nou hier vandaag geforceerd om deze video alsnog te maken voor jullie. Dus als ik me een beetje minder enthousiast gedraag en iets slomer ben, dan weet je in ieder geval waarom. Nou, ik ga vandaag de goedkoopste make-up van de Douglas testen. Douglas staat er niet bekend om, omdat hij zo betaalbaar is. Douglas heeft gewoon heel veel heel erg dure make-up. Dus ik dacht, ik ga gewoon naar de Douglas website en ik ga gewoon alles sorteren op goedkoopste. En dan koop ik gewoon het allergoedkoopste en het eerste wat er staat. Dus per make-up categorie heb ik gewoon de meest goedkope product gekocht. Als het goedkoopste product was uitverkocht, dan heb ik het één na goedkoopste gekocht. Want ik had best wel vaak dat het goedkoopste gewoon was uitverkocht, want er was ook een bepaald merk, ik ben nou de naam vergeten, maar daarvan was letterlijk alles uitverkocht en die kwam echt best wel vaak naar voren als de goedkoopste, maar meestal lukte het me dan wel om de op één na goedkoopste te kopen. Alsnog is alles niet super goedkoop, want het blijft wel de Douglas en de goedkoopste merken, daar zijn volgens mij NYX en Elf. Elf make-up is daar nou nieuw, dus ik heb ook een aantal dingen vandaar, maar ja, ik heb genoeg make-up voor een full face. Dus ik ben super benieuwd naar alle make-up. En vergeet niet te liken en te abonneren. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, ik ga eerst beginnen met het primen van mijn gezicht. Het enige wat ik heb gedaan is mijn wenkbrauwen en mijn dagcreme. Ik heb hier van Elf Cosmetics de Prep en Blur Stick. Dit is dus een stick die je kunt aanbrengen onder je foundation om je gezicht egaler te maken. Tenminste, dat is wat ze claimen. En deze is 6 euro. Nou, zo ziet hij er dan uit. Het is gewoon echt een kleine, dikke stick. En het is een beetje in een huidskleur. Brengt hij ook een kleur aan? Nee, hij brengt verder geen kleur aan. Het is gewoon een transparante stick. Er staat ook op dat hij je poriën minder maakt. Dus dat zijn allemaal hele goede claims. Wie wil nou geen egale huid en geen poriën meer? Er staat dus hier op de verpakking dat je het aan moet brengen in van dit soort rondjes. Maar ja, dat ga ik niet doen. Dat lukt me bijna niet eens. Dus ik breng het gewoon zo aan. Hij is best wel stroef. Ik heb hier mijn poriën, dus daar gaan we lekker veel doen. En dan staat er dat je het met je vingers moet inmasseren. Maar het is niet dat het meebeweegt ofzo. I don't know. Oké, ik heb niet echt het gevoel dat hij iets doet. Wat ik wel fijn vind is dat je hem niet meer voelt op de huid. Als je hem aanbrengt voelt hij een beetje vettig. Maar als het dan op je gezicht zit voel je in principe niet echt meer iets ofzo. Hij is nog wel een klein beetje plakkerig. Maar ja, hij voelt wel gewoon fijn aan. Ik heb niet echt het gevoel dat hij nou iets heeft gedaan ofzo. De goedkoopste foundation was de NYX Stay Matte But Not Flat Foundation. En deze is 8,35 euro. Ik heb hem in de kleur Soft Beige. En er staat op dat je hem echt eerst moet schudden. Het is dus een matte foundation. Ik hoop dat hij niet te droog gaat zijn voor mijn huid. Want ik heb al een droge huid. De kleur lijkt oké te gaan zijn. Ik breng het gewoon aan met mijn beauty blender. Die heb ik al nat gemaakt. De kleuren heb ik natuurlijk gewoon online een beetje gegokt. Hij lijkt goed te zijn. Ik heb meestal de kleur Soft Beige. Want ik heb een warme slash neutrale ondertoon. Ik ben niet heel geel en heel warm. Vandaar dat ik ook vaak neutrale kleuren pak. Omdat die dan niet te geel zijn of te warm. Oké, nou de kleur is echt perfect. Het is gewoon een matte foundation. Ik merk wel dat door die stick het iets minder mat is. Dat vind ik op zich wel fijn. Want ja, ik heb een hele droge huid en ik wil niet dat mijn gezicht te droog wordt. Dus primers die mijn gezicht een beetje dewy maken, een beetje glanzend, vind ik altijd wel fijn. En de foundation ziet er tot nu toe best oké uit. Ik zie hem wel echt zitten op de huid. Maar ik hoop dat straks aan het einde van de make-up dat iets minder is als we ook allemaal fixing spray en alles hebben gedaan. Dus ik ga nou verder met concealer. En dan heb ik weer iets van Elf, want echt Elf Cosmetics en NYX Cosmetics kwamen echt heel vaak uit de bus als de goedkoopste. Dit is de Elf HD Lifting Concealer. Ik heb hem in de kleur Fair en hij is slechts 5 euro. En er waren maar twee kleuren. Je had de kleur Fair en je had de kleur Light. Dus ik ben maar gewoon gegaan voor Fair. Dus ja, je had niet echt bepaald opties. Nou, ik vind hem er best wel cute uitzien. Hij is een beetje klein. Zo ziet de applicator eruit. Gewoon een vrij normale applicator. Maar hij is wel een beetje aan de kleine kant.
Kijk, de kleur is fair, maar op zich is hij niet heel licht. Meestal is fair heel licht. Maar ik weet nog dat toen ik dit dus allemaal had besteld, ik online had opgezocht naar deze twee kleuren, omdat ik een beetje aan het twijfelen was. En toen vond ik dus een video van een meisje die deze concealer aanbracht. En toen was mij ook al opgevallen dat de kleur helemaal niet licht is. Ik snap niet waarom zo'n kleur fair wordt genoemd. Want fair is normaal echt voor hele lichte mensen. En ik ben toch wel getint. Maar voor mij is die eigenlijk gewoon goed. Dus ja, let daar wel op mocht je deze concealer ook willen kopen. Ze vallen echt donkerder uit. En fair was nog lichter dan light. Dus die andere is nog donkerder. En dan ga ik het weer inblenden met mijn spons. Ik vind de concealer niet zo. Hij heeft echt een hele lichte dekking. Ik kan nog mijn donkerheden er doorheen zien. En de kleur is een beetje groenig. Het is een beetje, ik weet niet of jullie het goed gaan kunnen zien in de video, maar de kleur is echt een beetje groen beige. En dat is niet echt per se een kleur die ik op mijn gezicht wil. Dan ga ik mijn gezicht contouren. Ik heb de Rimmel London Insta Duo Contour Stick. Deze was niet de goedkoopste, maar de op één na goedkoopste. En deze was 10 euro. Ik heb hem in de kleur medium. Je had light, medium en dark. En dan heb je aan de ene kant een glanzende kleur en aan de andere kant een contourkleur. Ik heb ze eventjes hier op mijn hand geswatcht. Hier is de glanzende kleur. Maar je kunt hem niet echt zien, want er komt niet echt veel glans vanaf. En hier is de matte contourkleur. Daar ga ik eventjes mee contouren. Met dit ga ik niks doen. En dit breng ik gewoon hier aan bij mijn jukbeenderen. De kleur ziet er op zich goed uit. Hij is wel een beetje warm. Ik had hem liever iets meer cool tone gehad. Maar dat maakt even niet uit. Ik doe ook gewoon mijn neus ermee. Hij brengt wel echt super creamy en fijn aan. Hij is ook niet echt rond. Het is een beetje in een punt. Waardoor je ook goed je neuscontour kunt maken. Dus dat vind ik al heel erg fijn. En dit ga ik dan ook zo inblenden met mijn spons. Nou, hij blendt ook gewoon gelijk helemaal mooi in. Bij sommige make-upjes heb ik altijd van tevoren een soort vooroordeel van ja, nee, dit gaat toch vast niks zijn. En dit was dus zo'n make-upje waar ik dus zo'n oordeel had. Maar op zich, ik neem het terug. Hij blendt heel fijn in. Hij blendt wel een beetje weg. Dus ja, ik bracht ook niet te veel aan, omdat ik bang was dat hij misschien niet goed blendt of zo. Tenminste, wat ik net had is niet te veel voor mij, want normaal doe ik echt heel veel. Maar hij blendt super fijn in. Kijk, ik ga dit ook niet versnellen. Ik laat het gewoon zo zien aan jullie. Hij blendt gewoon gelijk helemaal in. Ik zou denk ik de kleur dark pakken als je mijn huidskleur hebt. Want ik vind hem iets te licht, waardoor hij niet echt genoeg opvalt op mijn gezicht. Dan ook mijn neus. Vooral bij mijn neus vind ik het altijd heel fijn als het gewoon makkelijk inblendt. Ik vind hem super fijn. Tenminste de contourkant. De highlightkant zou ik verder niks mee doen. Ik zou alleen een donkerdere kleur pakken. Nou, ik moest ook een losse poeder hebben om mee te baken. En de allergoedkoopste was de e.l.f. HD Under Eye Setting Powder. Deze was slechts 5 euro. Super goedkoop. Alleen ik dacht dat die wat groter zou zijn. Zeg maar hier op de website. Dit is hem. Je zou denken van, oh, dit is gewoon een potje van zo groot of zo. Oh, kijk, hier is hij vergroot. Maar hij is dus echt super, super klein. Vandaar ook de lage prijs, I think. En dan heb je een klein kwastje erbij. Ik weet niet waarom, want het is een poeder. En het is ook echt een under eye setting powder. Dus het is echt voor onder je ogen, waarvoor ik hem ook gewoon gebruik. En zo klein is hij. Oh mijn god, kijk mijn hand. Hij past gewoon in mijn handpalm. Zo klein is hij. Dit is wel echt absurd klein, wat de F. En er staat op dat het een HD poeder is. Daar ben ik ook een beetje bang voor, want die hebben vaak flashback. Ik ga even dit mini potje openmaken. Wat is dit? Kijk even mensen naar hoe klein dit ding is. Oh mijn god, dit is echt mini mini gewoon. En dit is ook gewoon echt de full size. Nou, ik ga gewoon een beetje zo in de dop doen. Het is gewoon een lichte witte poeder met een beetje een roze ondertoon. Een roze ondertoon is vaak wel fijn als je je huid hier echt wilt verlichten. Nou, dan ga ik met mijn spons in dit mini ding. En dan breng ik het gewoon aan onder mijn ogen. Nou, het maakt het wel echt matte. Je kunt hier nog helemaal die glans zien van die concealer en zo. Terwijl hier is het helemaal mat. Op zich is zo'n kleine verpakking wel handig voor onderweg of zo. En ik breng het ook aan op de andere plekken waar ik concealer heb gedaan. Nou, op zich, de poeder ziet er gewoon prima uit op mijn gezicht. Je kunt hem niet zien of zo. Hij is gewoon mooi mat. Hij maakt alles ook mat. Hij is alleen super klein. Ik weet niet, ja, het is wel handig voor onderweg. Om mijn ogen te primen heb ik de e.l.f. Eyelid Primer. Dit is dus een oogschaduw primer van e.l.f.
Er was maar één kleur en deze was €3,30. Dus super goedkoop. Ik ben benieuwd of dit wat gaat zijn. Ik hoop het wel. Ik hoop dat hij een beetje kleur corrigeert en ervoor zorgt dat mijn make-up op mijn ogen beter blijft zitten. Zo ziet hij eruit. En dit is dan de applicator, gewoon zo'n normale applicator. Ik ga het gewoon even aanbrengen. Oh, hij voelt heel droog aan, alsof er niks op zit ofzo. Hij is echt licht roze. Daar heb ik verder geen problemen mee. En dan met mijn spons breng ik het aan over mijn hele oog. Nou, ik ben zo blij dat hij kleur corrigeert. Dat maakt me altijd heel erg blij, want ik wil altijd echt gewoon hele egale oogleden voordat ik begin met oogschaduw. Hij is maar €3 en ik vind hem voor die prijs echt prima. Dus zoek je nog een hele goedkope oogschaduwprimer? Ik raad hem wel aan. Hij plakt verder niet. Dus je kunt gewoon gelijk beginnen met je oogschaduw zonder te moeten afpoederen. Voor oogschaduw hebben we weer iets van Elf Cosmetics. De Elf Sculpting Silk Eyeshadow. En dan de paarse variant. Want je had ook eentje met bruine neutrale kleuren. Ik heb in de kleur Berry Please. En deze is €6. En dit was dan de andere versie. Ik vind het een beetje raar dat ik niet die heb genomen. Want deze spreekt mij meer aan. Maar ik gok dat die was uitverkocht. Want ik denk dat ik anders zeker deze had gemaakt. Nou, ook dit is weer in een mini formaat. Het zijn dus drie kleurtjes. De verpakking is op zich best mooi. En je hebt dus drie kleuren. Een hele lichte roze kleur, een glanzende paarse kleur en een zwarte kleur. In de zwarte kleur zit ook een heel klein beetje glans. Dus de enige echte matte kleur is deze. Ja, ik weet niet wat voor look je moet maken met deze drie kleuren. Maar ja, goed. Ik ga gewoon even iets heel snel in elkaar flansen. Nou mensen, dit is echt het slechtste paletje die ik echt al in tijden heb gebruikt. Oh mijn god, je hebt ten eerste gewoon niet genoeg kleuren voor een goede ooglook. Ik had niet echt transitiekleuren. Ik heb gewoon de hele tijd die paarse gebruikt. En die zwarte echt blendt helemaal niet mooi in. Kijk dit, hij blendt niet mooi in met het paars of zo. Het is ook niet echt zwart. Het is meer grijs. Terwijl in het paletje verwacht je toch wel gewoon zwart. Of ja, hij ziet daar ook wel een beetje grijzig uit. Nee, oh mijn god. Kijk dit even mensen. Je kunt hier gewoon een streep zien zitten gewoon. En hier ook. En hoe vaak ik er ook zo overheen ga, het gaat niet weg. En hij is €6. Dat is best wel duur voor deze onzin. Dus nee. Ik heb ook hier een zwart oogpotlood van NYX Cosmetics. En deze is €4,25. Even kijken of je ook echt een kleur naam heeft. Black Brown. Black Brown heet deze. Deze ga ik aanbrengen in mijn waterlijn. Deze maakt mijn waterlijn wel zwart, maar niet echt super zwart. En ik moest best wel vaak eroverheen. En omdat de Action er eentje heeft van like €1 of €2, die super zwart is, raad ik deze ook niet aan. Nou, het gaat echt niet zo goed vandaag, mensen. Nou, dan heb ik ook nog eyeliner. Hopelijk gaat dat iets beter. Ik heb de Elf Precision Liquid Eyeliner en deze is €5. Ik heb hem in de kleur black. Volgens mij is er maar één kleur. En zo ziet hij eruit. Hij lijkt een beetje op die van NYX en die is €8. Dus als je die van NYX fijn vindt, dan denk ik dat je deze ook fijn gaat vinden. Ik ga even hiermee een wing proberen te maken. Nou, geweldig! Oh mijn god, eindelijk. Tot nu toe is echt wat ik het beste vind. Echt deze eyeliner. Hij is maar €5. Hij is super zwart. Hij droogt mat op. Hier is hij nog een beetje glanzend. Want daar is hij nog niet droog. Maar hier is hij al helemaal mat. Je kunt heel makkelijk zo een wing maken. Want hij flikt heel makkelijk mee. Want deze applicator dingetje is echt super fijn. Ook voor een beginner. Als je nog niet zo goed bent met liquid eyeliners. Deze werkt zo makkelijk mee. Ik deed gewoon die wing zo en... gewoon perfect. Hij is gewoon alles wat ik zoek in een eyeliner. Dus ik ben super blij dat ik nou eindelijk iets heb waar ik heel positief over ben. Dan heb ik hier ook een Elf mascara. De Length en Volume Black mascara. En deze was €5 ook. Zo ziet hij eruit. Weer gewoon de normale zwarte Elf verpakking. En dit is dan de applicator. Hij is super kort. Hij is echt gewoon dit. Terwijl normaal is hij toch wel iets meer zo lang.
Dus ik ben benieuwd of je mij ook echt lengte en volume gaat geven. Ik denk volume wel, want zo ziet hij er wel uit. Maar ik weet niet of ik het heel fijn vind dat hij zo kort en bulky is, zo dikke. Hoe enthousiast ik net was, zo teleurgesteld ben ik nou. Deze mascara doet werkelijk niks. Ik heb hem boven gedaan en onder gedaan. Hij doet echt helemaal niks. Geen volume, geen lengte. Ook als je hem zo openmaakt, komt er echt een heel stuk spul gewoon mee eruit. En die moet je dan zo eraf halen helemaal. Nee, het is echt... Ik vind het maar een rare bedoeling. En mensen, ik ga even nep mijn wimpers opdoen, want dit kan echt niet zo. En dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik moet zeggen dat nep mijn wimpers altijd wel echt de ooglook een beetje nog kan redden. Twee video's geleden, de vorige video was een winactie en de video daarvoor heb ik de beencollectie van de HEMA getest. En daar heb ik ook een paarse ooglook gemaakt, want dat oogschaduwpaletje was toevallig ook paars. En die was echt een stuk beter gelukt dan dit. Dus zo zie je maar weer het verschil tussen de kwaliteit. En dat paletje was even duur en had iets meer kleuren. En die was echt een stuk beter. Dus dit is echt, oh my god, ramp. Nou, ik doe ook altijd contouren met poeder. Dus daar heb ik ook iets heel goedkoops voor gezocht. En dit is de NYX Contour Poeder. Het is dus gewoon zo'n losse iets. En dit was het goedkoopste, want het was maar €4,15. Ik was eigenlijk meer op zoek naar iets van een contourpaletje of zo. Maar ja, dit ding kwam echt als goedkoopste naar voren. Dus ja. Nou, dit is dan gewoon hoe die eruit ziet. Ik heb hier het hele NYX contourpaletje. En volgens mij zijn deze gewoon even groot. Maar het is geen enkele kleur die hierin zit. Maar ik denk dat je deze dus gewoon hierin kunt doen. Want deze kun je er zo uithalen. En deze is even groot. Dus ik denk dat het gewoon losse zijn om je paletjes te veranderen als je dat zou willen. Ik heb hier de kleur Sienna. Dan ga ik hier contouren bij mijn jukbeenderen. Op zich is het oké. Niet heel slecht of zo. Hij blendt ook gewoon goed mee. Ik weet ook al van dit paletje, ik vind die echt super fijn. En aangezien dit ook gewoon zoiets is, ja, wist ik al wel van het gaat gewoon prima zijn. En dan doe ik ook nog even mijn neus ermee contouren. Oké, dan bronzer. Daarvoor was ook weer het goedkoopste van Elf. En dit is gewoon de Elf bronzer. Hij heet gewoon bronzer. Heeft geen specifieke kleur. Er was er ook maar één. Apart vond ik wel dat hij echt zo heel veel verschillende kleurtjes had. Maar het is gewoon echt een bronzer. En deze is slechts €6. En dit is hij dan. De verpakking is ook weer heel mooi. En je hebt er een spiegeltje in en dan 4 verschillende kleuren. Ik ga gewoon die kleuren helemaal mengen en dan gewoon aanbrengen als bronzer. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Ze zijn ook een beetje glanzend, niet mat. Dus dat is ook handig om te weten. Ik ga er gewoon helemaal zo in. En dan gaan we gewoon lekker bronzen. Ik brons altijd heel veel. Oeh, ik zie al gelijk, hij is heel glanzend. I don't like that, want als hij echt veel glanst, dan kun je al mijn oneffenheden en al mijn huidstructuur zien. Ik vind de kleur wel heel mooi. Ik had alleen liever gewild dat hij mat was. Maar de kleur is wel op zich mooi, dat had ik niet echt zien aankomen. Ik zie hier echt helemaal mijn huidstructuur en alles. Als hij mat was geweest, vond ik hem echt top. Want ik vind als je de kleuren zo mengt, wordt het een hele mooie bronzy kleur. Maar omdat hij glanst, haak ik toch een beetje af. Voor blush heb ik ook zo'n paletje van Elf. En dit is de blush en bronzing powder paletje. Er was er geen los, gewoon als alleen een blush in de goedkoopste categorie. Dus ik heb gewoon deze gepakt en dan wilde ik gewoon die blush gaan gebruiken. Je had dus twee varianten. Die ik heb is Fiji. Dat is dus deze en die is mat. En de andere is Sint Lucia, of Lucia, en deze is glanzend. Maar ik wilde gewoon mat hebben. En godzijdank heb ik mat gepakt, aangezien die bronzer al helemaal glanst. Ook weer in dezelfde verpakking als de bronzer. Echt, ik vind deze verpakkingen echt top. En deze bronzer ziet er een stuk beter uit. Die is ook gewoon mat en de blush lijkt ook heel mooi. En het is ook allemaal best wel groot, dus je grote blush en bronzerkwasten gaan er ook gewoon in passen. Daar hebben ze goed over nagedacht. En dit paletje is ook €6. En dan pak ik even de blushkleur. Ja, heel mooi. Lekker heftig. I like it. Ik hou altijd van een heftige blush. Omdat blush er ook altijd best wel snel afgaat door de dag heen. Breng ik altijd gewoon lekker veel aan. Zodat het toch wel een beetje blijft. Maar dit vind ik heel mooi. Ik ga ook een beetje van die bronzen pakken. Volgens mij is die ook best mooi. Ik heb hem nou al wel op, maar ja, goed. Misschien kan deze het een beetje matter maken. Ja, top paletje. Deze raad ik wel aan. Als highlighter heb ik ook iets van Elf Cosmetics. Ja mensen, er is heel veel van dat merk, omdat hij gewoon super vaak als goedkoopste uit de bus kwam. Dit is de Elf Baked Highlighter. Ik heb heel veel goede dingen hierover gehoord, dus ik ben super benieuwd. Ik heb hem
in de kleur Moonlight Pearl. Je had 3 kleuren. En deze is 6 euro. Ik ben echt benieuwd of ik hem echt fijn ga vinden. Want ik hoop het wel. Want de kleur is echt mijn ding. Super mooi. Zo'n hele lichte champagne kleur. Ja, de kleur ziet er echt heel mooi uit. Nou, dan pak ik gewoon een beetje ervan af. Dan breng ik het gewoon aan. Er komt niet echt heel veel glans van af of zo. Ik zie ook steeds niet echt veel op mijn kwast of zo. Oké, het is gewoon subtiel. Het is gewoon niet te heftig. Wat ook af en toe wel prima is. Je hoeft niet altijd zo heftig glimmend naar buiten te gaan. Tenminste, ik denk dat er genoeg mensen zijn die dat niet willen. Ik wil wel gewoon er altijd uitzien als een wandelend feest. Maar ook een beetje hier. Ik breng ook een beetje aan hier in mijn binnenste ooghoeken. Ik had het al gedaan met die lichte kleur in dat paletje. Maar ja, dat paletje was echt troep. En ook een beetje op mijn neus. Wat ik dus ook had gelezen is dat iemand de bovenste laag eraf schraapte. En toen was hij beter. Dus ik ga dat ook gewoon even doen. Ik ga gewoon zo met de schaar even die laag eraf schrapen. Ik heb nou denk ik echt genoeg eraf geschraapt. Dan ga ik het weer gewoon proberen. Oh mijn god. Dat had echt nut. Mensen, zien we dit? Dat heeft gewoon echt nut. Mensen, je moet de bovenste laag eraf schrapen. Tenminste, als je het zo heftig wilt. Dan heb ik hier ook een NYX lippotlood. En deze zijn 4 euro. Ze hebben er meerdere, maar deze is dus de goedkoopste. Ik heb hem in de kleur brown. En dit potloodje ga ik dan aanbrengen over mijn hele lippen. Ik heb hem over mijn hele lippen aangebracht omdat ik geen lipstick heb. Ik weet niet waarom, maar kennelijk heb ik die gewoon niet gekocht. Ik weet al van deze lippotloodjes dat ik ze fijn vind, want ik heb ze al. Wel moet ik zeggen, als je ze voor de eerste keer gebruikt, moet je hem eerst aanslijpen. Anders komt er echt geen drol vanaf. Wat ik wel heb is een lipgloss. En ik heb hier van de Douglas huismerk make-up de Firm Color Glass Lip Gloss. En deze is 6 euro. Ik heb hem in de kleur nummer 2 Coral. Een beetje een peachy oranje kleur. En het is dus zo'n tube waar het uitkomt. Oh mijn god, er komt echt heel snel iets uit. Ik ga hem even aanbrengen over de hele lippen. Oh, hij is super gepigmenteerd. Het is echt een oranje kleur. Ik had het weer verwacht als een weer doorzichtige, lichte oranje gloss. Maar het is gewoon echt oranje, zoals je kan zien. Met dit soort applicators moet je wel altijd de ding schoonmaken. Want anders zit die hele lipstick erop. Het is altijd wel een beetje vervelend. Ik vind het een oké lipgloss. Vind ik hem 6 euro waard? Nee. Want je kunt ook zien dat hij aan elkaar plakt. En dat is gewoon, ja, 6 euro voor dit. En hij is ook best klein. Nee. Ik vind het meer zo'n 3 euro leuk lipglossje-achtig iets. Dit was dan de look. Nou mensen, het ging niet zo goed, hè? Het is ook alweer een tijd geleden dat een video niet zo goed ging allemaal. Maar ik heb wel een aantal dingen die ik gelukkig wel goed vond. Een aantal dingen die ik super slecht vind. En de rest was gewoon een beetje moi. Dus dat zal ik zoals altijd nog even snel vertellen. Nou, van al deze make-up zijn er maar 3 dingen die ik echt aanraad. En dat is deze highlighter. Ik vind hem super mooi. De prijs is ook goedkoop. Je hebt best wel veel kleuren. Vergeet alleen niet om de bovenkant eraf te schrapen als je het heftiger wilt. Deze eyeliner was echt de absolute winnaar van vandaag. Oh mijn god, geweldig. Ik heb hier echt iets ontdekt. En het 11 blush paletje. Blush slash bronzer. Deze vond ik ook mooi. Ik vond ze allebei mooi. De bronzer en de blush. En ze brachten fijn aan en mooi aan. Wat raad ik absoluut niet aan? Nou, shocker. Dit oogschaduwpaletje helemaal voor de prijs. Echt, het is gewoon... Wat ik ook niet aanraad is de concealer. De kleur is echt heel apart. En hij heeft bijna geen dekking. Het zwarte oogpotloodje van NYX is gewoon absoluut niet zwart genoeg. En de mascara die echt geen rol doet. De rest van de producten was een beetje... Oké. De gloss vind ik oké, alleen niet voor de prijs. Het lippotloodje van NYX is ook gewoon prima. Niet geweldig, niet heel slecht. Het bronzer paletje heb ik niet gedaan bij de slechte producten. Omdat het een persoonlijke voorkeur is dat ik er niet van houd dat hij zoveel glanst. Als jij daar wel van houdt, dan vind je hem echt prima. Want de kleur is ook gewoon echt heel mooi. De oogschaduw primer is ook gewoon prima. De contourstick is ook prima. De contour is ook gewoon top. Ik raad echt zeker het hele paletje aan. De foundation vind ik, ja, moi. En de blurstick, ik heb niet echt het gevoel dat hij echt wat doet. Wat ik wel fijner aan vind is, het is een stick. Dus je kunt het gewoon lekker snel aanbrengen. Vind ik altijd heel fijn. En hij hydrateerde mijn huid. En dat vind ik heel fijn. En hij wordt niet echt verkocht als een hydraterende primer of zo.
Maar dat doet hij wel. Dus dat vind ik er persoonlijk fijn aan. Nou, ik hoop dat jullie de video, ondanks de heel veel faalproducten, het alsnog leuk vonden. En laat me vooral weten wat jullie van alle make-up vinden en van deze look. Ik vind hem op zich best oké geworden. Maar ja, het is niet mijn beste make-up dag vandaag. Nou, als je het leuk vindt om mijn video's te bekijken, vergeet dan absoluut niet te liken en te abonneren door hier op mijn hoofd te klikken. En ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken, zodat je lekker de hele dag al mijn video's kunt gaan binge-watchen. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Die komt woensdag om 1 uur. Doeg!